Veel mensen vinden koude verkoop lastig. Via advertenties of zomaar ergens binnenlopen. Warme verkoop heeft veel meer voordelen. Maar welke zijn dat dan? Je kan op verschillende manieren verkopen. Koude verkoop, via advertenties, via Google AdWords of op een andere manier zoals telemarketen. Maar je kan ook warm verkopen, verkopen via je netwerk. En dat verkopen via je netwerk heeft vele malen meer voordelen. Het eerste voordeel is dat klanten die via je netwerk bij je binnenkomen een hoger orderbedrag bij jou besteden. Hoe komt dat? Nou, omdat in het aankoopproces uiteindelijk een bepaalde mate van vertrouwen nodig is. En omdat ze vanuit je netwerk komen, hebben ze al eerder dat vertrouwen. Ze zullen dus eerder een hoger bedrag bij jou gaan besteden. Klanten die bij jou vanuit je netwerk zijn binnengekomen, blijven langer hangen. Met andere woorden, ze blijven langer klant. Het zijn vaak geen eendagsvliegen, maar ze willen een relatie met je opbouwen. Er is al een andere soort van relatie omdat ze uit je netwerk komen. En je zult zien dat deze ook vele malen langer duurt. Relaties die worden opgebouwd vanuit je netwerk zullen ook veel vaker zorgen voor nieuwe relaties. Ze worden eigenlijk ambassadeur van jou. Waarom? Omdat ook zij op die manier bij jou zijn binnengekomen. Bij nieuwe klanten die vanuit je netwerk komen, hou je vaak meer marge over. Het grote voordeel is dat men vanuit jouw netwerk bij jou binnenkomt en dat ze al een bepaalde mate van vertrouwen in jou hebben, waardoor prijs veel minder ter discussie staat. Je kan je goed voorstellen dat die prijs wel goed marktconform moet zijn, maar uiteindelijk in een gesprek zullen ze eerder voor de relatie gaan, voor jou kiezen, om wie je bent en wat je doet, daar hebben ze al vertrouwen in. Onderaan de streep moet het product en de dienst dus goed zijn, maar je zal er gelukkig meer aan overhouden.